Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie de nieuwe voorjaarsproducten van Catrice laten zien. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste is dus in februari met nieuwe voorjaarsproducten. De tweede is in augustus met najaarsproducten. Nog niet zo lang geleden maakte ik al een video met nieuwe producten van Catrice. Maar dit was van het najaar van 2017 en deze video was relatief laat. Dat heb ik toen nog helemaal uitgelegd. Dus deze video's die komen nogal kort op elkaar. Ik ga gewoon producten laten zien waar ik zelf heel benieuwd naar ben. Ik ga de producten niet testen op swatchen, want ik wil er foto's van maken voor mijn blog. Maar denk je nou van, wauw, er zit een paar producten bij of een product waar ik zelf heel benieuwd naar ben. Ik zou het toch leuk vinden als je daar een video over zou kunnen maken. Kun je dat natuurlijk gewoon altijd even laten weten bij de comments. En dan kan ik dat alsnog doen. En dan kan ik er ook wat dieper op ingaan. Dus ja, mocht jij benieuwd zijn naar deze producten, zou ik zeker even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een aantal producten voor de lippen. En allereerst is dat deze lippenstift. En dit is de Prisma Chrome Lipstick. Ik heb hem in de kleur 060 Rusty Rose. Deze heb ik overigens al gereviewd op mijn blog. Dat ziet er zo uit aan de onderkant. Ze hebben nu niet heel duidelijk de namen erop gezet. Maar ik vind de huls al heel erg mooi. De lippenstift ziet er zo uit. Als je hem zo ziet lijkt hij vrij bruin. Maar hij zou dus wel echt een beetje rood-roze zijn. En dat zie je dus inderdaad op de lippen zie je dat wel terug. Dat hij die bruin-roze gloed geeft. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Dus deze heb ik al wel getest en deze is echt heel erg fijn. Dus deze lippenstift. Dan heb ik twee lipglossjes, liplekkers noemen hun het zelf. En allereerst is dat de Pure Pigment liplakker. Dat is deze. Ik heb hem in de kleur 040, maar pink is poppin. Nou, dat kun je ook zien. Hij is echt wel heel erg donker roze. Ik zal hem eens even openmaken om te kijken. Oh, wauw. Zo ziet hij er dus uit. En ik geloof dat deze wel echt heel veel pigment gaat hebben. Deze gaat echt denk ik wel heel erg roze zijn. Dus ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe deze zal gaan uitpakken. Dan heb ik de Prisma Lip Glaze. En dat is ook een soort lipglossje. Deze heb ik in de kleur 040 Pink Brilliance. En deze ziet er wel echt heel erg glinsterend uit. Ik ben toch een beetje voor de roze kleur gegaan. Ik vind dat toch altijd wel heel erg leuk. Deze ziet er dus zo uit. Ik denk wel dat dit een hele mooie glitterglans gaat geven uiteindelijk. Want er zitten ook echt wel kleine glittertjes in. Ik denk dat je dit Prisma effect echt wel gaat krijgen. Dat kun je dus ook wel een beetje vergelijken met die lipstift. Die heeft ook een beetje dat Prisma effect. Dus deze. Dan heb ik een Volumizing Lip Balm. Ik ben dol op lippenbalsems en ik vond deze heel goed uitzien. Ik heb hem in de kleur 030 Wonderful Lips. Zo ziet de verpakking eruit en zo ziet de lippenbalsem eruit. Ik weet niet of deze kleur gaat afgeven. Ik vind hem wel heel erg mooi. Als ik het zo zie zou ik denken er komt een kleurtje af. Maar dat durf ik dus niet te zeggen. Dat kan ik natuurlijk pas zien bij het testen. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden. Omdat die gewoon tegelijkertijd ook de lippen verzorgt. En dan heb ik ook de Volumizing Lip Booster. Dat is deze. Deze heb ik in de kleur 030 Pink Up. De volume. En ik kan niet zo goed zien wat die belooft. Maar volgens mij zit hier menthol in. Wat ik zo op de achterkant zie staan. En deze heeft... Oh. Ja, je ruikt heel goed die menthol. Zo'n applicator. Maar die menthollucht die komt je echt al tegemoet. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Op zich vind ik het niet heel verkeerd als er een menthol in een lipproduct zit. Want het, vaak met verkoudheid of zo vind ik het wel lekker. Maar ik weet niet of ik het hier zo heel erg tof bij ga vinden. Maar dat ga ik dus ondervinden.
Dan waren er ook weer twee fixing sprays in het assortiment gekomen. En dat zijn deze twee. Ze hadden er ook al één in een paars flesje. Deze zijn trouwens mat. Ze zijn van gewoon heel stevig plastic. Dus het is geen glas, geloof ik. Althans. Nu twijfel ik. Nee, ik denk dat het heel stevig plastic is. Allereerst heb ik hier de Prime & Fine Anti-Shine Fixing Spray. Deze heeft een matte finish. Even kijken hoor. Het belooft een lichtgewicht fixing spray te zijn. Snel te drogen. Je kunt hem dus gebruiken om je make-up te zetten. Dus erna. Maar je kunt hem ook als primer gebruiken. Dus je kunt hem ook eerst op je gezicht sprayen voordat je make-up gaat aanbrengen. Maar ook om te refreshen. Dus ook als je gewoon even met een warme dag zou dit heel goed werken. Hij heeft een normale... ja, spraydopje zeg maar. Het is een normale... Volgens mij komt er niet al te veel product uit als ik dit zo zie. Dus deze belooft wel veel goed zoals je het mij vraagt. Er zit 50 ml in zo'n flesje. En dan heb ik deze variant. En deze moet je schudden voor je hem gaat gebruiken. Deze ziet er dus zo uit. Dit is de Dairy Glow Fixing Spray. Deze belooft ook licht aan te voelen, snel te drogen. Ja, ook deze kun je eigenlijk gewoon gebruiken voor de make-up, na de make-up of om te refreshen. Hij laat dus een glow finish achter. Dus ik denk dat je hier gewoon een beetje een ja, glow gloed van krijgt. Dit is een water glow trend. Dus ik weet ook niet wat er gebeurt als ik hem nu schud. Oh ja, wauw! Oh, mooi. Echt heel mooi. Ik denk dat jullie het op de camera niet kunnen zien. Maar als je hem dus schudt, dan komt er inderdaad echt zo'n gloed in. Deze heeft volgens mij ook gewoon hetzelfde spreetje als die andere. Dus dat is op zich dikke prima als je het mij vraagt. Maar dit vind ik wel heel erg mooi hoor. Ik vind het echt jammer dat ik dit jullie niet beter kan laten zien. Want ik denk echt niet dat dit goed overkomt. Maar dit is echt heel erg mooi. Ook deze heeft gewoon 50 ml. Dus deze is eigenlijk gewoon een beetje qua flacon en zo is hetzelfde. Maar ze hebben twee hele andere doeleinden, zeg maar. Omdat deze die geeft echt een matte finish. En deze die krijg je een mooie glow van. Dus daar ga je een beetje van glimmen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dan heeft Catrice nu ook het Art Colors Collection paletten. Dat is dit paletten. En hierin kun je vier kleurtjes stoppen die je zelf hebt uitgekozen. Het is eigenlijk gewoon zo'n paletten die je zelf kunt samenstellen. Essence heeft dit natuurlijk al een tijdje. Maar Catrice heeft dit nu ook. Paletten ziet er zo uit. En ja, hier kun je dus gewoon vier kleurtjes in doen. Er zit ook een spiegel in zoals je kunt zien. En daar heb ik dus ook vier oogschaduwkleurtjes voor uitgekozen. Allereerst heb ik een highlighting eyeshadow. Deze doosjes zien er dus gewoon zo uit. Dit is de kleur 030 Metallic Lights. Ik zal hem ook even laten zien. Dan zal ik ook even laten zien hoe je deze eruit kunt halen. Deze ziet er zo uit. Aan de achterkant is deze open. Dus je kunt hem zeg maar zo omhoog drukken. Dan haal je deze eruit. En dan kun je hem dus... in het paletje plaatsen. En dan kun je dus je eigen paletje samenstellen. En deze kun je er dus ook heel makkelijk weer uitdrukken. Doordat de achterkant van dit palet open is. Dus je kunt ze er ook weer heel erg makkelijk uithalen. Zodat je gewoon eigenlijk heel erg veel kunt wisselen. Vind ik wel heel erg leuk dat Catrice hier nu ook mee is gekomen. Want hun hadden dit eigenlijk nog niet. Dus de highlighting eyeshadow vond ik wel heel mooi. En ik vind het paletten er ook wel heel mooi uitzien, moet ik zeggen. Ik zal hem weer eventjes terug doen. Dan zal ik ook even de andere kleurtjes laten zien. Ik heb ook een matte oogschaduw gekozen. Dat is deze. Dit is de 200 Pumpkin Spice So Nice. Dit is een beetje een ja, oranje koraal kleurtje. Vond ik wel heel erg mooi. En deze is dus mat, zoals ik al zei. Dan heb ik deze kleur genomen. En dit is de 180 Blue Botin. Ik vond het wel leuk om een beetje een gewaagd paletje te creëren. Dat is deze. Ziet er ook heel mooi uit.
En dan de laatste. En dat is de Silicone Violet. En dat is deze. Ja, dit is een beetje roze-paars. Die heeft ook zo'n glimmende glans. Dus ik vind dat wel heel erg leuk. Ik vind het ook wel heel erg mooi gedaan. Ik vind het ook handig dat je de paletje, dat je de kleurtjes er heel makkelijk uit kunt drukken. Doordat die achterkant dus open is. Dus dat vind ik echt heel erg slim gedaan. Dan heb ik een oogschaduwpaletje uit de Spectra Light. Lijn, zeg maar, die er nu is. Alles gaat nu een beetje op dat light gebeuren. Dit is een eyeshadow glow kit. Dat is deze. Ik heb hem in de kleur 010 Manic Pixie Dream Girl. Ik vond deze wel heel erg mooi. Deze oogschaduwpaletjes qua vorm, die zijn eigenlijk niet nieuw meer. Want die heeft Catrice natuurlijk al vaker gehad. Even kijken of ik hem open krijg. En dan zitten deze kleurtjes erin. En ik denk dat deze heel glimmend gaan zijn. Dus of je er echt een hele bijzondere ooglook mee kunt creëren, vast wel. Maar ik denk ook wel dat je ze bijvoorbeeld als highlighter heel goed zou kunnen gebruiken op je gezicht. Maar het zijn dus officieel ook schaduws. Maar zien er wel heel mooi uit, vind ik zelf ook. Dan heb ik ook een Spectra Light Effect Nail Lacquer. Dat is deze. Dit is dus een nagellakje met ook zo'n, ja, bijzondere gloed, als het goed is. Ik heb hem in de kleur 02 Irresistant Illusion. Ik zal even kijken of ik hem ook kan laten zien. Deze hebben ook al in een limited editie gezeten. Ik denk dat deze bij sommigen misschien al wel bekend zijn. Hij ziet er zo uit. Volgens mij is dit wel een heel erg leuk kleurtje. Ik denk dat dit wel heel erg leuk kan staan. Ik vond dit trouwens de mooiste die er was. Op dat moment. Maar volgens mij hebben ze nu inmiddels nog wel meer kleuren. Dat was dus meer een preview, zeg maar. En dan heb ik iets heel erg leuks. En dat zijn de Luxe Chrome Nail Powder Kits. En Essence die had dit natuurlijk al. Die powdernagels. Maar Catrice heeft dat nu dus ook. En Catrice die gaat dan nog weer een stapje verder. Want hun hebben er dan ook een 2-in-1 base en topcoat bij. Dat is deze. Ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar is. Want omdat het zilver is, glinstert dit echt heel erg. En daar zit dan ook nog een Folie Effect Polish bij. Deze moet je wel samen gebruiken overigens. Dus deze twee horen wel echt bij elkaar. En dan het Nail Powder Kit. Bij Catrice zijn het gewoon gelijk drie kleuren die je krijgt. Deze heeft de naam 01 Effect Overload gekregen. En deze die is dus ook echt te gebruiken met de 2-in-1 base en topcoat. Ik weet dan nog niet zo goed hoe ik die andere Folie Effect Polish moet gebruiken. Maar volgens mij staan er vast wel een aantal beschrijving op internet of zo. Daar kom ik wel achter. Ik zal het doosje even openmaken, zodat jullie de poeders ook even kunnen bekijken. Even kijken hoe dit precies in elkaar steekt. Ja, zeg. Ze hebben dat niet zo heel erg slim gedaan. Even kijken hoor. Of ik de poeders er ook uit ga krijgen op een normale manier. Oh. Ja, ik heb ze eruit gekregen. Allereerst heb je deze. En ik ga even kijken of hier de naam op staat. En dit is de 01. Dit is een Silver Chrome Effect Powder. Ik denk dat je hier zo'n spiegeleffect mee kunt creëren. Even kijken hoor. Dit zou de Shimmer zijn, als ik het goed heb. Staat hier op het doosje hoor. Dit is dan de Shimmer, als het goed is. Of is dit de Silver Chrome? Oh, dit is de Silver Chrome. Sorry, ik raak helemaal in de war. Dit is dus de Silver Chrome. Ik denk dat je hier dus inderdaad die spiegelnagels mee kunt creëren. Dan is dit de Holo Effect Powder. Ik weet niet zo goed wat voor effect je hiermee krijgt.
Maar het ziet er wel heel leuk uit. En de laatste die erin zit, dat is dan de Shimer Effect Powder. Ik weet nog niet zo goed hoe dit werkt. Ik weet dat dat je normaal zeg maar dat met een sponsapplicator erin moet borstelen, een soort van. Maar ik weet niet zo goed hoe dat hier zit. Ik weet ook niet of er een beschrijving bij zit. Eigenlijk. Het is een beetje vaag, maar anders, net wat ik zeg, zal het vast wel op internet te vinden zijn. Maar ik vind het leuk dat ze ook zo'n kitje hebben uitgebracht, want zo gaan ze toch wel weer heel erg met hun tijd mee. Dan twee lip palettes. En dat is allereerst deze, de Creatrite Vinyl Lacquer Lip Palette. Dat is dus deze. En deze heeft de naam 020 Embellished Boldness. Dit zijn gewoon, als het goed is, vloeibare lipproducten. Er zit ook een, ik ga even de applicator uithalen, een applicator bij. Dat is deze, met twee kanten zeg maar. Er zit een spiegel in. Deze heeft vooral wat gewaagdere kleurtjes zoals je kunt zien. Ik ben wel benieuwd of dat dit een beetje een mooi effect gaat geven. Normaal is het best wel lastig. Ik vind die zilveren kleur wel heel bijzonder die erin zit ook. Maar volgens mij is dat een soort van... Oh, die zit gesield. Hier zit een hoesje, een laagje overheen. Dus ik denk dat dit een topcoat is, die zilveren. Dan zijn dat de kleurtjes. Ik denk dat die witte de basecoat is, als je het mij vraagt. Oh, de lipprimer. De witte variant is dus de lipprimer. Dan heb je de kleuren die je kunt gebruiken. En dan is dit de topcoat. Dus op zich vind ik dat wel heel handig gedaan. En dan hebben ze ook de Creatrice Creamy Matte Lip Palette. En dit zijn dus matte kleuren. En dat is hetzelfde effect. De lipbase. Dan heb je de kleuren. En tot slot de topcoat. En die is goud. Dat vind ik wel heel bijzonder. Wat voor effect dit dan zou gaan geven. En of het dan ook mat blijft. Deze heeft de kleur naam 010 Back to the Nudes gekregen. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat dit een beetje gaat werken, zeg maar. Dan heb ik een Light Correction Serum Primer. En deze is in de naam Sunlight. Ze hadden deze al, 020 Sunlight overigens. Ze hadden deze ook al in de 010 Candlelight versie. Die is wat lichter, maar deze heeft wel echt een beetje een soort bronzing kleur als je het mij vraagt. Het werkt hetzelfde als zeg maar die andere, want er zit gewoon een pipetje. Maar ik vind het er wel heel erg mooi uitzien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. En ik was over die eigenlijk wel heel tevreden. Dus ik ben wel benieuwd wat dit voor gloed geeft. En of je deze misschien dan wel ook nog een beetje door je... foundation heen ziet. Je moet hem schudden. Ik weet niet of dat... Oh ja. Het komt op camera allemaal niet zo heel mooi over, geloof ik. Maar het ziet er in het echt heel erg mooi uit. Dan hebben ze ook highlighter drops. En deze moet je ook even schudden. Deze hebben een holographic glow. Blijven een beetje in die holographic stijl. Dat is deze. Dit is de Galactic Highlighter Drops. Deze heeft de naam 010 Space Shuttle gekregen. En deze heeft dus ook zo'n... pipetvorm. En ik denk dat je hier wel hele... spectaculaire highlighter van krijgt. Moet ik wel zeggen dat ik het altijd een beetje lastig vind met een highlighter die vloeibaar is. Maar wie weet is dit wel heel erg leuk. Dan hebben ze ook een Holo to Prisma Holographic Stick. En deze heeft een 010 Hyper Cosmos. En volgens mij is dit ook een highlighter met zo'n holo effect. Hij ziet er zo uit. Echt heel mooi ook dat dopje. Maar hoe ziet de highlighter zelf uit? Oh ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje zo'n soort idee wat Essence natuurlijk heeft. Dat ziet er zo uit. Op camera komt alles helaas gewoon minder mooi over. Maar ja, ik denk dat je het dan zeker even, als je dat wilt zien, beter misschien het echt even kunt bekijken. Doordat hij die
holographics ook niet pakt. Ja, nu zie je het wel ietsjes, maar ja, in het echt is het nog mooier, zeg maar, als dat ik het nu laat zien. Ook die tekst is heel holografisch. Dat holografische, dat wordt toch wel echt een ding in het make-up gebeuren, merk ik. Want eigenlijk steeds meer merken komen daarmee. Dat vind ik wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Dan ga ik door met de Rock Cuter Liquid Liner. En dit is een... ik denk een highlighter met ook zo'n effect. Hij heeft de naam 040 These White Stripes. Ja, het is ook een beetje dat holo effect, zeg maar. Het ziet er... Ik ga hem eventjes van dichtbij laten zien. Zo uit. Nou weet ik niet of ik dit per se heel erg tof vind om mijn oogleden aan te brengen. Maar misschien is het wel, geeft het wel een heel erg leuk effect bij. Een heel erg leuk leuke ooglook. Dat je er toch wel iets heel erg moois van kan maken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Deze heeft een beetje ook die bovenkant. Die doet me denken aan die Rock Cuter mascara's natuurlijk. Dus dat past wat dat betreft wel weer bij elkaar. Dat vind ik wel weer heel erg leuk. Dan heb ik een loose powder. En dit is de Light Illusion Yellow Matte. Dit is een soort banana powder. Ik ga hem wel open draaien. Ik laat eventjes dat dingetje zitten. Dus je kunt hem even zo van de bovenkant bekijken. Want anders gaat de poeder overal heen. Het is eigenlijk gewoon zo'n banana poeder, zeg maar. Die misschien onder de ogen heel erg mooi is. De rest van het gezicht weet ik niet. Ik vind bananapoeders vooral heel erg mooi onder de ogen. Even kijken. Wat hij verder nog belooft. Hij heeft een soft brightening effect. Voor een illuminating look. En meestal vind ik dit soort poeders gewoon heel fijn voor onder de ogen. Maar misschien dat hij voor de rest van het gezicht ook wel oké is. Maar vaak... Ik dan toch een andere poeder, omdat je dan net die, dat light effect onder de ogen vaak wel heel erg mooi terugziet. Dus dan heb ik die. En dan heb ik de Precious Pigment. En dit is een loose eyeshadow. Dat is deze. Deze heeft de naam 030 Purple Fiction. Dus ik heb een paarse variant genomen. Ik ga hem even opendraaien. Hij is nog gesealed, dus dat is altijd natuurlijk heel erg goed. Zo. Wow, dit is echt een loose oogschaduw. Ik ga hem even zo houden. Ik ga hem gelijk ook weer dichtdraaien, want het is hier nu overal paars. Maar er zit wel pigment in, denk ik. Ik heb het nu allemaal op mijn been zitten. Maar ja, zo moet je dat dus zien. Het is echt een losse oogschaduw die heel veel pigment belooft. En zoals ik het nu zie, wat er op mijn been zit, geeft hij dat ook echt wel. Ik zit echt helemaal onder. Dat is echt niet zo heel erg handig, zeg maar. Maar dit is dus een losse oogschaduw. Dan heb ik een Light Spectrum Strobing Brick. Dat is deze. Deze heeft de naam 030 Candy Cotton. Dit is een highlighter met kleurtjes. Maar het zou dus een hele mooie glow geven. Hij ziet er zo uit. Ik vind het wel leuk eruit zien, zeg maar. Maar ik weet niet of dat dit... Ik denk dat het leuk is om dit gewoon gecombineerd te gebruiken. Dat je een soort holo effect ook krijgt. Ik weet niet zo goed of ik dit alle kleuren zou kiezen. Ik vind bijvoorbeeld dat roze en die onderste vind ik wel heel mooi. Maar blauw weet ik niet of dat het zo mooi is. Maar ik vind het wel heel erg leuk bedacht dat je gewoon meerdere kleuren in één hebt. Dan heb ik deze Dewy Wet Look Stick. En dit is ook weer een highlighter. Hij is doorzichtig, maar geeft dus wel pigment. Light Reflection Pigments heeft hij. Het is een transparante gloss eigenlijk. Voor een perfecte Dewy Wet Look effect. Deze heeft ook een waterglow trend. Dus ik ben wel benieuwd of deze echt een mooie glow gaat geven. Hij ziet er zo wel heel erg mooi uit. Maar ik weet niet zo goed of dat ik deze misschien ook wel als primer zou kunnen gebruiken. Daar moet ik even naar kijken. Als ik zo zie, zie ik inderdaad wel een beetje die glow. Wat weer moeilijk te zien is op de camera. Maar ik ben wel benieuwd of dat dit echt wat doet. Omdat hij dus transparant is. En vaak met een glow, ja, heb je toch wel echt een beetje
die kleur. Maar ik denk dat dit wel leuk is om ook bepaalde delen van je gezicht te kunnen accentueren. Waar je net wat meer glans wil hebben. En helemaal omdat hij natuurlijk die reflecting pigments heeft. Maar net wat ik zeg, misschien is het ook wel leuk om gewoon als een soort primer te gebruiken. Waardoor je een beetje die glans krijgt. Dan een nieuwe concealer. En dat is de HD Liquid Coverage Precision Concealer in de kleur 010 Beige. Die heeft dus inderdaad echt een precies borsteltje ook. Of een, ja, precies borsteltje. Een precies kwastje waar je wel heel precies je concealer mee kunt aanbrengen. Die HD Liquid Coverage Concealer, die hebben ze ook wel in de full versie. En die is echt super fijn. Dus ik vind het wel leuk dat ze nu ook zo'n variant hebben uitgebracht. Deze heb je in verschillende kleuren, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Hij belooft long lasting te zijn en omdat je er dus een hele kleine applicator bij hebt, kun je hem heel precies aanbrengen. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar, na deze ook. Dan een nieuwe mascara en dat is de Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara in Ultra Black. Hij belooft 24 uur te blijven zitten. Ik ben niet voor de waterproof versie gegaan, maar voor de gewone. Deze heeft de naam 010 Ultra Black. Hij belooft instant volume. En hij zou een special hourglass shit brush hebben. We gaan even bekijken natuurlijk wat voor borsteltje hier aan zit. Oh, ik zie niet echt heel veel verschil met een ander borsteltje. Er komt wel heel erg veel mascara af. Want ik heb er gelijk een klodder aan zitten tot en met. En die ziet er dus zo uit. Ziet er echt heel goed uit, dat borsteltje, als je het mij vraagt. Ik denk echt dat deze heel erg veel volume gaat geven als ik het borsteltje zie. En als ik ook zie wat voor mascara die al oppakt. Ook ziet die er wel heel erg leuk uit, vind ik, de verpakking. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik denk echt wel dat je echt wimpers gaat krijgen die eruit spatten. En daar hou ik van. Even kijken hoor. Dan heb ik nog twee producten voor de lippen. Allereerst heb ik een lip treatment met shea butter. Deze heeft de naam 010 Lip Pajama gekregen. Het is eigenlijk gewoon een soort lippenbalsem met shea butter. En ik hou heel erg van lippenbalsems. Ik ga hem even opendraaien om te kijken. Nou ben ik een beetje bang elke keer nu ik iets opendraai, dat ik niet weer helemaal onder de pigments ga zitten. Oh, dat ziet er wel heel goed uit. Het is gewoon zo'n lippen. Ja, lipproduct zeg maar. Hij ruikt ook echt heel erg lekker. Ik denk dat dat wel komt door die shea butter. Leuk ook dat het in een potje zit. Normaal hou ik wel meer van sticks moet ik zeggen. Maar ik denk dat dit wel heel erg leuk is zo. Het ziet er in ieder geval wel heel goed uit. Ik zit trouwens nog helemaal onder die paarse pigment. Zie je dat? Echt. Jak. Dat was niet echt een succes. En dan heb ik van de Prime and Fine collectie een lip color remover met aloe vera extract. Deze heeft de naam 010 Take It Off. En hiermee zou je dus eigenlijk heel erg makkelijk gewoon een lipkleur kunnen verwijderen die heel intensief is. Ik heb dat vaak met hele donkere kleuren die er heel moeilijk afgaan. Dan hou je echt een beetje zo'n donkere gloed zeg maar. En hiermee zou je dat dus heel gemakkelijk kunnen verwijderen. Het is gewoon zo'n, ja, zo'n stickvorm. Dus dat ziet er op zich wel prima uit, moet ik zeggen. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat dit gaat werken. Want als ik een keer echt een hele donkerrode lippenstift op een paars draag, dan hou ik altijd een beetje zo'n, ja, clowns effectje, zeg maar. Dan, als ik dat eraf haal, dan zit het en overal en mijn lippen zijn nog half rood. Dus ik hoop dat dit gaat werken. Het ziet er heel goed uit, moet ik zeggen. Dan hebben ze ook een aantal nieuwe palettes. En allereerst is dit de Instant Glam Eyeshadow Palette. Het Instant Glam Eyeshadow Palette met de naam 010 It's a Match. Er zit een heel speciaal borsteltje bij. En op de achterkant laten ze een beetje zien hoe dat werkt, zeg maar. Ik ga hem even openmaken. En dan zie je dat dit de applicator is. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik vind het heel bijzonder, moet ik zeggen. Dit zijn de kleurtjes. Ik denk dat het de bedoeling is dat je deze gewoon echt hier gewoon indipt, zeg maar. En dat je dan gewoon een soort combinatie van de kleuren krijgt. Zo staat het tenminste op de achterkant. Ze dippen hem er echt op de helft, zeg maar, in. En dan brengen ze hem aan op de oogleden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vind de naam ook heel erg leuk, dat Instant Glam.
Ja, ik vind dat ze daar echt wel heel erg hun best op hebben gedaan. Dat vind ik er wel echt heel erg leuk uitzien. Dan hebben ze ook een oogschaduwpalette met de naam A Professional Artist. Eyeshadowpaletten. Deze heeft de naam 010 The Key Piece. En deze heeft gewoon allerlei kleurtjes. En hier zitten dus charme kleurtjes in. En ook een paar matte kleuren. Heel erg leuk ook. Echt mooi dat Catrice ook met dit soort producten nu komt. Leuke kleurtjes. Hoeveel kleuren zitten erin? 1, 2, 3, 4. 16 kleuren volgens mij. 16 kleurtjes. Dus wel heel leuk. Ik denk wel dat je hier hele wisselende ooglooks mee kunt maken. Ja, vind ik ook echt super leuk gedaan. En dan hebben ze nog een Lip Artist Pro palette. En de kat hier die verschuift gewoon even de loper op mijn tafel. Oké. Die ziet er dus zo uit. Dit is de 010 Individual Lip. Ja, die kleuren zijn altijd zo moeilijk. Dit heeft volgens mij een speciale bedoeling. Want je kunt dit dus mixen. Als ik die achterkant zo zie, ik moet die zelf ook even in verdiepen. Daarom zeg ik natuurlijk ook, het is geen first impression video of zo. Ik laat het gewoon zien hoe het verder allemaal vaak in zijn werk gaat. Moet ik ook nog even uitvogelen. Het zijn 15 lipkleuren met een satin matte finish. En dan heb je hier inderdaad een... Nou ja, je hebt dus een applicator. Die halen we er even lekker uit, want die gebruik ik eigenlijk nooit. Hier heb je dus een mixzone. En hier kun je dus kleuren gaan mixen. Natuurlijk wel heel erg leuk, want je hebt wit en dat kun je dan bijvoorbeeld heel erg leuk met een nude kleur mixen. Of je kunt een donkere kleur met een lichte kleur mixen. Ik vind het wel heel erg leuk gedaan. Ik denk wel dat je hele leuke kleuren krijgt. En achterop staat dus eigenlijk ook eigenlijk wel een aantal kleuren wat je dus kunt creëren. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, het is het handigst om de colder kleuren... De brightening kleuren, de warmer en de darkening kleuren met lightening te mixen. Dus ja, het is heel bijzonder. Ik had dit nog nooit eerder gezien. Ik ben hier heel, heel verbaasd over. Ik ben benieuwd of dat dit gaat werken of dat je dit goed kunt mixen. Maar het ziet er heel erg leuk uit. Dan ben ik toe aan de vier laatste palettes. En ja, dit zijn gewoon... Vier palettes. Ik ga ze gewoon even alle vier zo even laten zien. Dan laat ik ze meteen even apart zien. En deze. Ik ga beginnen met de Filter in a Box Photo Perfect Finishing palette. Dit is de naam 010 Camera Ready. En dit is een gezichtspalette. Je hebt hier een... Ja, dat kun je eigenlijk al duidelijk zien. Een highlighter, bronzer. En deze kleuren zijn dus eigenlijk om bepaalde oneffenheden te verwerken. Hè, dat is dat geel en dat blauw en dat roze. Dat hebben een speciaal effect op het gezicht. Waardoor je bepaalde plekken makkelijker kunt verbergen, zeg maar. Special effect topcoat, zegt hij. Zou dit dan toch die special effect topcoat zijn? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ik weet... waarom staat het ook allemaal in het Engels en in het Duits? Ja, hier kun je fotofilters mee creëren als ik het zo begrijp. Ik moet hier nog even verder op in gaan verdiepen. Maar dit is dus voor het gezicht. Goed verhaal dit ook. Echt... niet. Dan heb ik de Light in a Box. En dit is een highlighter palette. Nou, dat is wel heel duidelijk. Deze heeft de naam 010 It's Glow Time. Er staat achterop ook een tutorial waar je dus highlighter kunt aanbrengen. Nou ja, dat weet ik inmiddels wel. Hier heb je gewoon highlight kleuren. En ook hier zit weer die special effect topcoat bij. Dat is toch deze. Dit is die topcoat. En dan heb je hier die vier highlighters. Wat ik wel heel erg mooi eruit vind zien. Ze zien er heel glimmend uit, dus ik ben benieuwd wat dit gaat doen. Het zijn wel boxen met een gebruiksaanwijzing, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan het Galaxy in a Box
holographic glow paletten met een transparante face gloss. Dat ziet er zo uit. Deze heeft de naam 010 Out of Space gekregen. Dit zijn ook weer highlighters, maar dan met holo effect. En hier zit dus die transparante face gloss. Dat is deze. En ja, hier heb je dus die holographic highlighters. Ik vind ze nog niet zo heel erg glimmend eruit zien, maar ja, ik ben wel benieuwd. Voor een prismatic glow en een dewy red look effect. Dat komt dus door die face glow. Nou ja, of je dat gaat gebruiken weet ik niet, maar hey, wie weet. Zie je dit mooi glanzen trouwens? Ja, hè? Zo zie je dat echt heel mooi. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. En dan het laatste palet. En dat is het California in the Box Bronzing en een Blush palet. En met een speciaal effect topcoat. Dat is deze. Deze heeft de naam 010 Malibu Beach Collection. Dit is dus wel echt een palet met een bronzer. Heel erg mooi om te zien, moet ik zeggen. Ziet er ook heel mooi uit. Ik vind ook wel grappig dat ze die special effect topcoats erin hebben gedaan. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Ik vind het echt vier hele mooie palettes. Maar nogmaals, ik vind palettes met een gebruiksaanwijzing. Ik vind het wel heel lastig. Maar ik ga me hier zeker in verdiepen. En ik vind het wel heel erg mooi om te zien. Dan waren dit alle nieuwe producten die ik jullie wilde laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Het kan zijn dat deze video best wel lang is geworden. Dat weet ik van tevoren natuurlijk nooit. Maar ja, ik heb toch de producten laten zien waar ik zelf heel benieuwd naar was. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben benieuwd of je zelf misschien al producten hebt geprobeerd. Of dat je zelf producten op je wishlist hebt staan waarvan je denkt, nou, die zou ik ook heel graag willen proberen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal? Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Kun je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Want dan krijg je een melding. Vond je deze video nou leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik je graag bij een volgende video weer. Doeg!